We zijn hier op de afdeling tijdelijke verkeersregelinstallaties bij Heijmans. Wat wij hier doen is eigenlijk het prepareren van tijdelijke VRI-automaten en alles wat erbij hoort om te zorgen dat we in een tijdelijke werksituatie ook stoplichten of verkeerslichten kunnen branden. Ja, geen stoplichten. Nee. Niels, verkeerslichten. Nou, ik volg momenteel de opleiding Service Technicus. Dus in de eerste voorgaande jaren veel basis elektrotechniek gehad. En nu de laatste fase van mijn opleiding is eigenlijk meer specialisatie. En dan ga ik meer bezig zijn met programmeren en sensortechniek. En ga ik wat dieper in op de wet en regelgeving. In de techniek werken we niet alleen met onze handen. Maar we werken ook met nieuwe technieken. En je hebt daar ook in deze opleiding zeker analytisch denkvermogen nodig. Mijn werkzaamheden hier zijn het opbouwen en onderhouden van verkeersregelautomaten, de kasten daarvoor. Daarnaast controleer ik ook de kabel bijvoorbeeld en de verlichting. Eigenlijk moet alles zo gereed zijn dat als het, het simpel met monteurs mee kan en geplaatst kan worden en dat het dan gewoon werkt zoals het hoort te werken. Komt die eerst groen? Ja. Oranje? Ja. En rood? Nou Niels, we hebben geconstateerd dat ze allemaal branden. Niels doet het goed. Natuurlijk doet Niels het goed. Hij is heel inventief en heeft zelf ook iets ontworpen waar we de smartphone voor nodig hebben. We hebben daar een meetapparaat staan en die kan maar tot een bepaald aantal kabels kan die meten. Dus daarvoor heb ik een adapter gemaakt en geprogrammeerd, zodat hij meerdere kabels aan kan. Ik heb hem ook zo gemaakt dat hij ook aan te sturen is vanaf de telefoon. Dus dat vond ik op zich wel knap van mezelf. Zo, en bij de volgende verkeersregelinstallatie zorg ik dat mijn licht altijd op groen staat. Kijk, de jeugd van tegenwoordig.